Ja, aardappeltjes ter maken. Maar voordat je begint, moet je eens goed wassen. Want ik ga ook met het hele schil gebruiken. En eventueel hier en daar wat snijden. Dan komt het helemaal goed. Ja, zoals je hier ziet. Kijk, ik laat een beetje schil achter. En zo ga je verder. Met de rest. Niet helemaal schillen. Want het schil maakt het lekker croquant. En wat heb je nodig om het allemaal te maken? Natuurlijk de basic, de aardappelen. Een paar satéstokjes. Dit zijn de houders van de aardappelen. Dit heb ik mijn aardappelmesje. En dit is voor de onderkant. En ik laat jullie zo zien hoe het werkt. Ja, ik ga maken twister potato. Ik zal het laten zien. Hier heb ik mijn aardappel. En dit ga ik hier in het midden zetten. Ik weet niet of je het goed kan zien. Dit ga ik hier zo tegenaan drukken. En tegenaan draaien. En als het al binnen is. Heb je hier mijn prikker, die zet ik zo in het midden. Kijk hier. En dan, kijk eens. Hier heb ik een gaatje, daar binnen. Zo kun je het dan tegenaan duwen. En dan zit hij in het midden. Kijk hier. En dat is mijn oven die aan het piepen is. En dan ga ik het gewoon tegenaan draaien. En dan heb je zo een twister potato. Leuk om te doen. En je blijft maar draaien. Op een gegeven moment kom je zelf in het midden. Je kan het zelf lang maken hoe lang je wil. Ik zet hem tot de helft. Haal ik hem eraf. Een stokje ook eraf. En kijk. Mijn potato. Ik zet hem terug. En dan maak ik hem hier los. Ik pak een satéstokje. Hier in het midden. Kijk. Het enige wat je hoeft te doen is een beetje ermee spelen. En kijk hoeveel je wil maken. Leuk toch? Ik heb hier ook een wat grotere gemaakt. Oké, tot zo weer. Ik ga weer verder. En wat heb je verder nodig? Een schaal. En dan heb ik hier bloem. Ook dezelfde verhouding. Tarwebloem. Ik heb hier water. En een eitje. En dan ga ik mixen met... een beetje hot chili poeder voor de smaak. En dat is alles. Zo gedaan. En dan straks mijn eitje, water. En dat is alles. Nou, en daar is het dan. Mijn ei, water en bloem. Ga ik nu even lekker mixen. Ja, en nu, kijk, ze zijn klaar, ready om te bakken. En nu ga ik een beetje hot chili toevoegen. Smeer voor de smaker, het hoeft niet. Het is maar net wat jij lekker vindt. En dan even mixen.
En dan ga ik het zo samen gaan pakken. Zo, ik denk dat mijn olie al heet genoeg is. En nu volgt het volgende proces. Eventueel hierin doen. En er overheen. En als het klaar is, kwestie van omdraaien. En zo in de pan. En dan is het sweetie geblazen. Kijk eens. Ja, mijn lekkere twister potato zijn bijna ready. Lekker. Zo simpel. Lekker. Kijk eens. Homemade Jumpal Music and Travel. En hier is dan mijn lekkere Twister Potato.